Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Misschien kan je het al horen op de achtergrond. Ja, dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. En dat is dat we weer in de Efteling zijn. Vorige week waren we in Toverland. Dat was hartstikke leuk. Toen zijn we gaan kijken bij de nieuwste attracties van Toverland. Heb je die video nog niet gezien, dan staat hij waarschijnlijk aan het eind van de video in het eindscherm. Maar vandaag zijn we dus weer terug in de Efteling. Ik ga er weer een super leuke dag van maken. De poorten zijn nog niet open. Het is momenteel 9:50, denk ik. 9:45. Dus die gaan over 10 minuutjes open. En dan neem ik jullie wel gewoon weer gezellig mee. Ik hoop dat jullie meegaan. Ik zou zeggen, leuk dat je kijkt. Zo, we lopen eerst even de oude Marskramer in. Want hou je vast, mensen. Maar liefst 2 nieuwe pins zijn er te koop. Dus die gaan we eventjes halen. We moeten eventjes kijken waar ze hangen. Oh, hier volgens mij bij de kassa. Ja. Nou, je kunt het misschien niet heel goed zien, maar van repelsteeltje en klein duimpje. Jubileum 25 jaar, dus die gaan we eventjes halen. Zo, de pins zijn binnen, maar ze hebben ook nog andere mooie dingen. Ja, mooi. Het is maar net wat je mooi vindt, maar nieuwe shirtjes. Nou, deze dus, met de kikker erop en kus me. Dan heb je nog de boze wolf. Jij ziet eruit om op te eten, op te vreten. Dan heb je ook nog Crazy for Efteling, met het huis van de vijf zintuigen erop. En ik zag je al aankomen met langnek erop. En ik ga je heel eerlijk zeggen, dit shirt, die met langnek erop, als die tekst eronder er niet op had gestaan, dan had ik hem gekocht. Dat meen ik echt, want ja, hij is verder gewoon heel mooi. Zo met dat wit en dat langnek erop, zo met die wolken en zo. Alleen die tekst, ja. Dat vind ik persoonlijk wat minder. Alleen ja, ieder zijn eigen smaak natuurlijk. Maar als die tekst er niet op had gestaan, dan had ik hem sowieso wel gekocht. Maar ze kosten €25. En ze zijn te kopen bij de oude Marskramer. Dat is hier in de winkel en bij de Eftel dingen. Ja, wat ik dus al zeg, dat shirt van die langnek, die vind ik echt prachtig. Alleen die tekst eronder, die verpest het. Dus als die tekst er niet op had gestaan, dan had ik hem gewoon gekocht. Maar je hebt dus ook nog andere shirtjes. Ja, sorry hoor, maar wie gaat daar mee door de Efteling lopen of ergens anders? Ja, ik weet niet, hè? Iedereen heeft zijn eigen smaak. Ik vind het persoonlijk niks. Als die tekst er niet onder had gestaan bij die langnek shirt, had ik hem sowieso wel gekocht. Maar goed, de pins zijn binnen. Ik ga jullie even laten zien. Ik loop even een stukje verder op tot een bankske. Ik loop hier door het Sprookjesbos, heerlijk rustig. Het is ook pas echt 10 uur s'morgens. Ja, iets later misschien. Dus dat vind ik wel fijn. En als je in de ochtend naar de Efteling gaat, ja, dan moet je eigenlijk gewoon als eerst even het Sprookjesbos gedaan hebben. Want het is gewoon rustig. Er loopt bijna niemand. Je kunt alles op je gemakje doen. Dus dat is een tipje van de sluier. Ik zit hier eventjes bij... Nou, hoe heet hij ook weer? Ik ben even zijn naam kwijt. De Fakir. Het begint ondertussen ook lekker te regenen. Dus ik ga hier onder een boom zitten. Kijk eens die bangjager. Helemaal top. En dan ga ik ze jullie eventjes laten zien. Ze kosten €6 per stuk. En dan komt er dus ook nog 5% abonnementhouderskorting bij. Nou, daar gaat dan 30 cent vanaf. Dus helemaal top. Dit is de eerste 25 jaar repelsteeltje. Persoonlijk, ik vind hem echt heel gaaf. Echt wauw, heel mooi. En dan hieronder ook 25 jaar repelsteeltje. En dan heb je ook nog een andere. En dat is van Klein Duimpje. Hier zie je ook de reus. Net daaronder Klein Duimpje. En hieronder 25 jaar Klein Duimpje. Deze kost ook €6. Ze kosten alle twee €6. En zijn dus vanaf nu te koop in de oude Marskramer. Voor hoe lang? Geen idee. Die andere, die met die... hoe heet dat nou? Die ik de vorige keer had gehaald. Nou, ik ben even de naam kwijt, maar die hing er volgens mij ook nog. Dus ze hangen er best lang. Dus je hebt best wel even de tijd om ze te kunnen halen. Zo, we gaan weer verder lopen. We gaan lekker het Sprookjesbos door. En dan kan ik jullie ondertussen even vertellen dat ik met iets heel gaafs bezig ben. Ik hoop dat het lukt, maar ik ben er dus nu heel hard mee bezig. Dus ja, ik hoop dat ik dat zo snel mogelijk aan jullie kan laten zien. Maar daar ben ik dus in ieder geval achter de schermen mee bezig. Dus ja, dan weten jullie dat in ieder geval. En ja, ik zeg ook, ik hoop dat het lukt, want het is wel heel gaaf. Dus, zo, hier de sprookjesboom, die slaapt nog, zie ik. Hallo? Nou, dan moet je zeker inroepen. Hallo? Hallo? Hey, kijk, hij wordt wakker. Jij hebt me vast wakker gemaakt voor een verhaaltje. Nou, eigenlijk niet, maar alsnog wel heel grappig. Ja, vertel je ding lekker. Voor we verder gaan, vertel eerst eens, hoe heet jij? Morris.
voor we verder gaan, vertel eerst eens, hoe heet jij? Morris! Zo, jongen, dat is wel een hele bijzondere naam. Jezus, dat ding is echt doof. Heet jij ook hoe ik heet? Sprookjesboom. Juist, ik ben Sprookjesboom. Het zonnetje schijnt. Dat nou. Vind je vast net zo fijn als ik. Er zit een wolk voor me. Bij mezelf ben ik de tel kwijtgeraakt. Nou, ik ga verder, want dit duurt anders. Hoeveel jaar ben jij? Ja, 17. Allee, we gaan verder. Want het Sprookjesbos is heel groot. We gaan eventjes naar het Herhoutenplein, want daar zijn ze nog steeds bezig. In een video van mij had ik verteld dat, dat de Efteling had gezegd dat het begin juni af zou moeten zijn. Nou, ik heb slecht nieuws, ze zijn nog steeds bezig en het is bijna augustus. Het is nu midden juli, dus dat duurt wel erg lang. Maar ja, ik heb liever dat het wat langer duurt en dat ze het mooier maken dan dat ze het af gaan raffelen en het op tijd af hebben. Dus we gaan eventjes even kijken en dan zie ik jullie zo weer. Nou, ze zijn al best ver zoals je kunt zien. Eigenlijk alles is al af. Behalve hier de gracht, en hier ook. Dus eigenlijk alles is al af, hier ligt nieuw gras in. En zo, en daar is alles vernieuwd. Alleen de gracht moet dus nog afgemaakt worden, daar zijn ze nou hartstikke hard mee bezig. Hier een nieuwe muur ook. Nou, het gaat al snel hoor, het gaat al hartstikke goed. Kijk, ze hebben hier ook een bordje neergehangen voor de Engelse bezoekers. Ja, dat doen ze wel goed. We kunnen de Engelse gasten in het ook gewoon lezen. Dus dat doen ze wel hartstikke goed. We zijn even op het zomerstrand. Ik wil jullie eventjes gauw iets laten zien. Dat heb ik de vorige keer niet laten zien. Ik kwam er ook pas later achter. Dus vandaar. Elke dag verstoppen ze hier dus van die rode neuzen. En dan kan je Joki dus helpen met zoeken. Malle Joki heeft feestneusjes verstopt tussen het zand. Vind de rode neus, lever hem in bij strandbalwerpen en gooi één keer gratis bij betaald spel. Maximaal één bal per spel. Dus ja, je kunt hier dus in het zand gaan zoeken naar speurneuzen. En als je er dus eentje vindt, dan kun je hem bij het strandbalwerpen inleveren. En dan kun je gratis een keer een bal gooien. Dus dat is wel leuk. Ik wens je veel succes met zoeken, want het is best groot. Maar ja, als je niks te doen hebt, dan kun je het altijd proberen natuurlijk. Dus ja, wel een leuk detail. Was ik de vorige keer helemaal vergeten. Tenminste, ik heb het helemaal niet gezien. Dus ja, leuk dat ze dat doen. Ja, ik schat zo in dat ze ze niet heel diep verstoppen. Anders moeten ze wel heel veel graven. Maar je weet het niet. Het zou goed kunnen dat ze ze wel heel diep verstoppen. Maar die kans acht ik klein. Maar ik heb geen idee. We gaan even naar Joki's wereld. Want ze hebben hier ook nieuwe dingen. Ze hebben nieuwe strandlakens namelijk. Hier eentje van de draak. Eentje van Ravelijn zie ik hier. Aspoester en Joki. En ze kosten €20. Die zijn dus hier bij Joki's wereld te halen. Het zijn wel echt strandlakens. Het zijn geen handdoeken of zo. Dus let daar wel op. De stof is ook heel raar. Dus het is niet echt om mee af te drogen, denk ik. Maar goed, wel leuk. We zijn dus hier vanaf nu te koop. Ze hebben hier achter het raam ook een strandje gebouwd. Hier, die zie je ook terug op het zomerstrand. En hier een gigantische Joki. Nou, als jullie raden hoe duur die is, dan win je een doosje met geluk. Maar ik zou zeggen, ga raden. Raad in de reacties hoe duur die is. Maar ja, daar schrik je denk ik wel van, hoe duur die is. Ik zou zeggen, raad lekker mee. En als je het goed hebt, dan win je een doosje met geluk. Dus ik zou zeggen, raad lekker mee. Ik ben heel benieuwd. Ik loop hier zo door de Efteling en ik kom opeens een kijker tegen. Maar bij de bouwplek van Dans Macabre hebben ze nou zo'n kijker opgehangen. En daar zou je dus iets in moeten zien. Nou, hij doet het nu niet. Ik denk dat hij zo wel aangaat. Ja, het zijn een viool zie ik. Ja, je kan daar doorheen kijken, daar zie je alleen hoe het echt uitziet. Nou, je kon dus de viool er doorheen zien. Je moet eventjes wachten, want hij doet het niet de hele tijd door. Het gaat echt eventjes in fases. Dan gaat hij weer uit en dan duurt het even voordat hij verschijnt. Maar die is hier dus bij de bouwplek van Dans Macabre te vinden, hier zo. Als je hier bij de gondoletta loopt, dan heb je hier zeg maar dat bord en dan ga je hier zo naar die kijker. Je kunt al steeds meer zien van Dans Macabre. Hier liggen namelijk stenen die uiteindelijk gebruikt moeten worden voor het gebouw.
lig je zo, als je hier bij de Piranha kan je zo oplopen, dan kan je hier de steen zien. Ja, je ziet er hier dus al een paar liggen. Het is echt een hele rij, kijk. En die moeten dus allemaal voor het gebouw gebruikt worden, het hoofdgebouw. Zo, en dat was het dan alweer voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Vergeet zeker niet eventjes te antwoorden wat jij denkt dat die grote, immense Yoki knuffel kost. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet eventjes een like te droppen. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Dat zou ik nog steeds heel erg fijn vinden. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Houdoe!